Ik wil wel even commentaar geven op iets dat... Het is grappig, als je als wij tot God praten, dan noemen ze dat bidden. Maar als God tot ons praat, dan moet de psychiater bijkomen en alles en nog wat. Ik vind het tamelijk interessant. Maar hoe de wereld dat allemaal ziet. Goed, we zijn bezig met het ons onderwerp is leven als een kind van God. De oude mens versus de nieuwe mens. We zijn nu bij het zesde deel. We gaan praten over zachtmoedigheid. Volgende week wil ik praten over macht. We zijn gisteren geweest naar een vergadering van de VPE. Die broeder die daar sprak, zo voor, die zei iets dat al een hele tijd bij mij ligt. Ik heb al een tijdje geleden al over gehad. Hij had het namelijk over het feit dat we de Pinkster terug moeten zetten in de Pinkstergemeente. Er wordt niet zoveel daarmee gedaan. Dus hij zei het zelf, veel van de kerk hebben geen spreken in tongen meer, genezingen, al de gaven van de geest en zo voor. Dat is op een heel laag pitje. En ik denk dat het tijd is dat we dat weer terug erin zetten. En dat is eigenlijk waar wij langzaamaan naartoe moeten gaan. Maar om dat te kunnen doen, moet je eerst beginnen bij jezelf. En dan bij elkaar. Want als je kijkt naar Israël bijvoorbeeld, dan had God het echt... God had de gemeenschap van Israël, toen ze uit Egypte kwamen, zo in elkaar gezet dat ze individueel verantwoordelijk waren voor de gemeenschap. Met andere woorden, alles werd samen gedaan. Als één persoon had gezondigd, had iedereen gezondigd. Dan werden ze allemaal gestraft. Waarom? Want hij wil hun laten zien, ik ben mijn broedershoeder. Hoe je het ook niet bekijkt. En het is een heel belangrijk onderdeel van wie wij zijn. En wij moeten langzamerhand van binnenuit beginnen te veranderen. We hebben het gehad over hoe de oude mens weggedaan moet worden. Hoe wij moeten leven als een kind van God. Hoe we de nieuwe mens moeten aandoen. En een van de belangrijkste onderdelen daarvan is zachtmoedigheid. Vele mensen denken dat zachtmoedigheid betekent dat je zwak bent. Maar laten we even bidden voor we beginnen. Heer Jezus, ik bid vanmorgen dat u ons helpt om te horen. Ieder van ons, ieder persoon die hier is, van de spreker tot elk kind, Vader God, in deze gemeente, vragen wij dat u onze harten aanraakt. Dat wij mogen weten, u een verandering in ons teweeg wil brengen door het bloed van Jezus. Wij danken u hiervoor in Jezus' naam. Amen. Gisteren was ik ook aan het denken aan, toen ik daar op de vergadering was, we praten over verschillende dingen. En op vrijdag was ik ook bezig met bijbelstudie enzovoort. En ik dacht er echt aan hoe interessant het is dat ik keek naar mijn gedachten. Ik zei, oh ja, examens klaar beginnen te maken. Ik moet dit nog doen. Ik moet die nog zien. Ik moet die begaan. En toen zei ik, weet je wat, het is zo interessant hoeveel tijd wij besteden aan de dingen van de wereld. Ik moet niet zeggen dat die dingen onbelangrijk zijn. Ze zijn belangrijk. Hoe vaak wij de dingen van God dan naar achteren schuiven. En de dingen die voor ons belangrijk zijn, om die veranderingen die van binnen moeten komen. Die schuiven we al. Kijk, ik zie dat bij mijzelf. Ik heb het nou echt over mijzelf. Eerlijk gezegd, vele preken die ik geef zijn eigenlijk voor mij bedoeld, maar jullie mogen meeluisteren. Een heel belangrijk onderdeel, heeft de Heer echt op mijn hart gelegd, is zachtmoedigheid. En de eerste tekst is een tekst die jullie allemaal kennen uit je hoofd. Matthäus 5, vers 5. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Nou, wat dat eigenlijk inhoudt, wat houdt dat in? En daar wil ik vanmorgen meer over zeggen. Zachtmoedigheid praat eigenlijk over een stille, tedere, vriendelijke, nederige geest. Dat is zachtmoedigheid. Het heeft niets te maken met zwakheid. Dat is wat mensen vaak denken. En als je goed naar de Bijbel kijkt, zie je vaak dat zachtmoedigheid en tederheid of vriendelijkheid zijn in de Bijbel vaak gekoppeld. Jezus, het is tamelijk interessant, ik hoop dat jullie ook inzien, dat Jezus eigenlijk een heleboel dingen die hij heeft aangehaald en gezegd heeft, heeft hij niet echt per se van zichzelf. Natuurlijk, al het woord van God komt van Jezus. Maar wat ik daarmee bedoel, is dat hij een heleboel dingen van het Oude Testament naar voren weer bracht. Ze kenden het Oude Testament, ze waren ermee opgegroeid. Want zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven, komt uit Psalm 37, vers 11. Ik weet niet of jullie dat wisten. Maar Psalm 37, vers 11 zegt het volgende. Maar de zachtmoedigen zullen het land beërven en zullen grote vrede genieten. Daar komt die tekst vandaan. Dus Jezus haalde dingen aan die zij al wisten. Het is belangrijk dat we dit zien, die zachtmoedigheid waarover we praten. Dit spreekt niet echt van een houding tegenover de medemens, om daarmee te beginnen, in de eerste instantie. Dus het spreekt niet echt van een houding tegenover de medemensen, maar het wijst meer op een instelling, meer een aard, meer een karakter tegenover God, namelijk die van nederigheid. Als we goed zien, is dat als jouw relatie met wie dan ook niet, kan in principe niet veel betekenen als je relatie met God niet eerst goed is. Het draait daar eigenlijk geheel en al omheen. De zalig de zachtmoedigen zijn, want ze zullen de aarde beërven. En als we ook kijken, het praat eigenlijk over een houding die van binnen is, die niemand kan zien.
Want Jezus, en ook kunnen we het even opzoeken in Matteüs hoofdstuk 5, en zegt Jezus het volgende. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die het verborgene ziet, zal het u vergelden. Ik lees tot daar. Want dan praat hij, leert hij hun bidden natuurlijk, het onze vader. Hij zegt maar, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur, bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die het verborgene ziet, zal het u vergelden, zal het u belonen. Met andere woorden, hij praat hier over een houding. Want zie je, er waren heel veel van die religieuze joden die op de hoek gingen staan. Zaten ze luid op te bidden, tempel enzovoort. Zodat iedereen het kon zien dat zij het waren. Ik zeg, oké, ze hebben een beloning al. Ze gaf 2 lepta. Zo heette die munten. Het waren lepta. Het was 1/4 cent elk. 1/4 cent. Niet eens 1 cent, het was 1/4 cent. Dat was alles wat ze had. Het is een houding, zie je. Want je gooit die 2 lepta, ping, ping. En dan komt iedereen ook naartoe en zegt, wie geeft zo weinig? Kon haar niet schelen, want het is een houding. Kijk even naar Numeri 12. En dit is een interessant geval hier in Numeri 12, vierde boek van de Bijbel. Mirjam, en ik lees vanaf vers 1. Mirjam nu sprak met Aaron over Mozes, naar de aanleiding van de Ethiopische vrouw die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen. En zij zeiden, heeft de Heere soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Wat ze eigenlijk aan het zeggen zijn, ze gebruikten het feit dat hij een Ethiopische vrouw had genomen, waarschijnlijk een donkere vrouw, Melaats geworden, en zoveel, ken je allemaal het verhaal. Maar vers 3 is tamelijk interessant. In vers 3 staat er, Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie zijn geschreven door Mozes. Dit is niet geschreven door Mozes. U kent het verhaal, u weet over nederigheid, hè? Het interessante van nederigheid, het moment dat je denkt dat je het hebt, is het weg. Dus hij kon dit nooit hebben geschreven als hij zo nederig en zachtmoedig was. Dit is later natuurlijk bijgezet en bijgeschreven om erop te wijzen hoe ongelooflijk oneerlijk de aanklacht van de arrogantie tegen Mozes was. Dus iemand, hoogstwaarschijnlijk Joshua, er toen later bij hebben gezet. En nog een interessant verhaal. Kijk ook naar Numeri hoofdstuk 11. Dit is een houding van een man van God. Zie, het interessante is, kijk, ik weet dat wij vaak kijken naar mannen zoals Mozes en Elia en Elisa en Petrus en Paulus en Johannes enzovoort. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat ze mannen waren net zoals wij. Het enige verschil is hun totale overgave aan de Heilige Geest. Dat is het enige verschil. Er is geen verschil tussen hun en ons. Het is hoeveel wil je geven. Als je zoveel geeft, krijg je zoveel. Ik lees vanaf vers 24, Numeri 11, 24 tot en met 29. Toen Mozes naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden des Heren tot het volk. Daarop vergaarde hij 70 mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen daalde de Heere in een wolk neder en sprak tot hem. En hij nam een deel van de geest die op hem was, legde het op de 70 mannen op de oudsten. Toen de geest op hen rustte, profeteerde zij, doch daarna niet meer. 2 mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven. De ene heette Eldad en de andere heette Medad. Toen de geest op hen rustte, zij behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan, profeteerde zij in de legerplaats. Een jongeman snelde daarop heen en bracht Mozes bericht en zeide, Eldad en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. Joshua nu, de zoon van Nun, die van jongs af Mozes dienaar was geweest, antwoordde daarop en zeide, mijn heer Mozes, belet het hun. Doch Mozes zeide tot hem, wilt gij voor mij ijveren? Och, waar het hele volk des Heeren profeten, doordat de Heeren zijn geest op hen gaven. Zie je die houding hier? Dus wat er eigenlijk gebeurd was, is dat God had al die, hij heeft gezegd, breng de 70 mannen. Maar die 2 mannen, Eldad en Medad, die waren ook degene die moesten onder die oudste behoorden. Maar ze waren niet bij die tent gekomen. Dus ze waren nog in de legerplaats. Iets heeft hen tegengehouden enzovoort. Dus natuurlijk is de Heilige Geest ook over hun gekomen. Maar niet bij de tent. Dus iemand rende op zich, hey, ze zijn aan het profeteren. En Joshua, die wou Mozes beschermen. Want die dacht ook van, nee, dit moet alleen bij Mozes zijn. Of specifieke mensen. En Mozes zegt van, nee. Hij zegt,
ben je voor mij het ijver? Hij zegt, ik wou dat iedereen zoals de geest kon hebben zoals ik het heb. Dat was wat hij zei. Zie, hij begreep hoe het in elkaar zat. We hebben verleden week daar ook over gehad. Hè? Hoe hij voor de mensen in de bres stond. Maar het ging over een geest van zachtmoedigheid hier. Ik wil graag dat jullie zien hoe ontzettend belangrijk die geest van zachtmoedigheid is. We moeten dat allemaal aan werken. De Bijbel leert ons één ding hierover. Wat ik heel erg mooi vond. Als we kijken naar Matteüs 21 vers 5. En het is eigenlijk, komt het uit Zacharia 9 vers 9. Zeg tegen de dochters van Sion. Zie uw koning komt tot u. Zachtmoedig en rijdend op een ezel. En op het veulen het jong van een lastdier. Matteüs 21 vers 5, Zacharia 9 vers 9. Hetzelfde tekst. Matteüs citeert het natuurlijk uit Zacharia 9 vers 9. Uw koning komt tot u zachtmoedig en rijdend op een ezel. Niet een onoverwinnelijke militair leider, die Jezus is in principe. Maar een mens van karakter. Een mens, een persoon van menselijk medeleven en liefde. In het oude Nabije Oosten was het namelijk zo dat als er een optocht was en zo voor, dan kwam de koning en hij reed dan op een ezel. Als hij in een strijd bezig was, een oorlog, dan reed hij op een paard. Maar Jezus kwam hier binnen, dat was natuurlijk de gewoonte, en zie je, Jezus was de koning, dus hij kwam binnen en ze begrepen, daar begonnen ze te roepen, Hosanna. Hosanna betekent eigenlijk red. Het Hebreeuws betekent red. Of redding, red. Daar komt het woord Hosea vandaan, redding. Daar komt Joshua vandaan. Joshua. Yahweh red. Zo heet Jezus. Joshua. Dat is eigenlijk zijn naam, Joshua. Dus hij komt binnen, maar we zien in hoofdstuk 19, zien we Jezus komen op een paard, een wit paard, met een zwaard. Ja? Als de onoverwinnelijke militaire leider. Dus zachtmoedigheid is geen kwestie van zwakheid, zoals de wereld dat ziet. Maar het is een kwestie van een sterk goddelijk karakter. Het is een onderdeel van de vrucht van de geest van God. Het is een onderdeel van de karakter van God. Het staat de vrucht van de geest, hè? Galaten 5. Ja? De vrucht van de geest, het karakter van God. Zijn gewoon een onderdeel van de karakter van God. Dus Jezus zijn kracht. Jezus, de kracht die Jezus had, lag in zijn zachtmoedigheid. Dat merken jullie ook, hè? Hij sloeg niet om zich heen. Hij zei niet om mensen, als iemand iets verkeerd deed, dat hij begon te schreeuwen tegen hun enzovoort. Toen de discipelen allemaal van hem weg begonnen te gaan, want hij had veel discipelen die hem volgden. Toen ze weg van hem begonnen te gaan, en die anderen, toen keerde hij zich toch die 12 die daar nog stonden. En je kan je voorstellen, iemand die zei, wil je ook niet van mij weg? Waar gaan jullie dan maar ook maar netjes weg? Kan mij niet schelen. Maar heb je die houding gezien die hij had? Hij zegt, jullie willen toch niet van mij weggaan? Zachtmoedigheid. Dat was zijn houding. Jezus overwon door zachtmoedigheid, nederigheid en liefde. Dat is zijn overwinning. De reden waarom het staat in de Bijbel, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven, is omdat, ze worden zachtmoedig genoemd, is omdat, dit zijn meestal de mensen die door de aarde, door de wereld vertrapt worden. Door de zachtmoedigheid, want die wordt als zwakheid gezien. Ja? Maar in de toekomst zullen zij juist die wereld beërven. Van die mensen die denken dat het van hun is. Want zij denken, dat zie je ook. Hè. Vroeger als ik naar een film keek, kon ik precies zien wie slecht was en wie goed was. Witte hoed goed, zwarte hoed slecht. Cowboys. Ze waren allemaal netjes gekleed. Heel netjes. Witte pakken hadden ze allemaal aan. Met een mooie grote witte hoed. En die slechte kerels, die kon je zelf door de televisie heen ruiken dat ze niet gebaat waren. En ze hadden allemaal slechte kleren aan. Allemaal donkere kleren aan. En ontbrekende tanden. Maar die goede kerels allemaal... Ze hadden allemaal geflost. Ze zagen er prachtig uit en dan kon je het zien. Maar als je kijkt naar de films tegenwoordig, wil jij eigenlijk dat de slechte kerel wint. Want die goede kerel is zwak. Niet waar? Zo zijn de films tegenwoordig. En je moet terugslaan. Als iemand je slaat, moet je hem terugslaan. Ik ga daar volgende week meer over zeggen. Zachtmoedigheid is de grootste kracht die er bestaat in deze wereld. Want door zachtmoedigheid, door Jezus' houding, een houding van zachtmoedigheid, heeft hij voor ons overwonnen. Als Jezus zijn mond had opengedaan bij Pilatus, stonden wij nou niet hier. Want Pilatus had hem vrijgelaten. Daarom heeft hij zijn mond dicht gehouden. Jezus weet wanneer hij zijn mond... Wij moeten dat ook leren trouwens. Wanneer hou je mond dicht? Hè? Wanneer zeg je? Dat was Mark Twain. Hij heeft verschillende boeken in Amerika geschreven. Hij zegt, het is beter om je mond dicht te houden en dat mensen denken dat je een dwaas bent, dan dat je je mond open doet en bewijst.
spreken zilver, zwijgen goud. Dat is echt waar. Lucas 11, vers 28 tot en met 31. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zie, Jezus heeft niet gezegd van, kom hier naartoe, leg je last neer en ik zal het helemaal voor je dragen. Dat staat er niet. Hij zegt, neem mijn last. Weet je waarom hij dat zegt? Want je moet je last dragen. Hij geeft je die last. Het is Matthäus 11, vers 28 tot en met 31. Ja. Dit versen zijn alle, en de hoofdstukken zijn allemaal hetzelfde. Maar dat krijg je wanneer je aan het copy-pasten bent. Hè? Dus hij zegt, want ik ben zachtmoedig en nederig van haar. Dus wat hij eigenlijk bedoelt is dat jij moet leren om te gaan met bepaalde dingen. Dus hij zegt, jij moet leren om de ploeg te kunnen trekken. Je moet het leren. Maar wat ik zal doen, is ik zal naast jou staan en ik zal het grotendeels van de last zal ik op mij nemen en het kleine deel neem jij voor jou, zodat je het kan leren. Dat is wat deze tekst betekent. Zie je? Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en hij geeft rust in de voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ten eerste is zijn last licht omdat hij overwonnen heeft. Ten tweede is zijn juk zacht omdat hij de grote deel daarvan draagt en zal blijven dragen. Maar kijk, het is belangrijk wat hij zegt. Hij zegt, neem mijn juk, vers 29, neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Door zachtmoedig en nederig van hart te zijn, dan pas krijg je rust. Gaan mensen over je heen lopen? Ze gaan het absoluut proberen. Hebben ze ook bij Jezus ook gedaan. Maar wie heeft in het einde gewonnen? Zie je, het is heel interessant dat mensen vaak kijken wanneer ze vinden dat mensen verkeerd met ze omgaan of ze hun verkeerd behandelen enzovoort. Dat ze denken dat als ze nou erop gaan staan, dat ze in het einde winnen. Maar dat is niet waar. Het is andersom. Als je nou gaat zeggen van, nee, ik zeg niet, ik laat het bij de Heer. Daarom zegt de Heer ook, hij zegt, laat het bij mij, mij komen de wraken toe, ik zorg ervoor. Want het slechtste wat jij kan bedenken, omdat met die persoon gebeuren, kan hij 100 miljoen maal erger doen. En trouwens, dat is niet waarop wij uit zijn. Maar we willen ook niet dat mensen over ons heen lopen. Paulus heeft ook niet gezegd van, hey, luister goed, ga je gang en sla me enzovoort. Wacht even, ik ben Romein staatsburger, mag je me zomaar bereiden? Ze zijn natuurlijk excuses aangeboden. Andere keer was ze in de gevangenis, zeggen nee, wij gaan niet weg zolang je niet hier komt om ons excuses aan te bieden, want je hebt ons onterecht in de gevangenis gezet en geslagen, toch? Toen zijn ze bij die aardbeving in de gevangenis. Nee, we moeten hier naartoe komen. Een christen zijn betekent niet dat je een deurband bent. Maar het betekent wel dat je moet weten, ik zeg niet dat je niet moet zeggen, dat je niets moet zeggen en niet voor jezelf moet opkomen, dat zeg ik niet. Maar je moet weten wanneer je het doet. En dat is de wijsheid die je van God moet vragen. Want als je weet dat het alleen maar erg gaat worden, hou je mond dicht. Dat is goed. Ja. Want die persoon die tekeer gaat enzovoort, ze bewijzen alleen maar dat ze dom zijn. Als jij je mond ook begint open te maken, een discussie is uitwisseling van kennis. Een argument is een uitwisseling van dommigheid. Ja. Je moet gewoon blijven stil blijven. Zachtmoedig. Maar het moet van buitenuit komen. En het is belangrijk als we dat zien. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En wanneer je dat doet, wat komt daaruit? En gij zult rust vinden voor uw zielen. Daarom hebben we geen rust. Want we zijn altijd boos over wat die gezegd heeft, wat die gedaan heeft, wat die misschien van ons ook mogelijk zou hebben kunnen denken, omdat wij dat hebben gedaan en ze hebben het verkeerd begrepen. En we blijven maar praten over hoe ze het kunnen begrijpen enzovoort. Je maakt het alleen maar erger. Hou je mond dicht. En dan krijg je rust voor je zielen. En dan hebben we natuurlijk, moet ik weer terugkomen op Broeder de Cor zijn lievelingstekst. Daar kunnen we niet omheen. Filippenzen 4, vers 5. Uw tederheid, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Het is natuurlijk hoofdstuk 4, vers 4 tot en met 9, is een hele tekst. Verblijd in de Heer te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd in de Heer. Uw tederheid of uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. En dan gaat hij door. 2 Timotheus 2, ik lees vers 24. En een dienstknecht des Heeren, of een dienstmaagd des Heeren, moet niet twisten, maar teder zijn jegens allen. Bekwaamd om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwaas
bedrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren. Dus er iemand over hun kop te slaan, wanneer ze iets verkeerd hebben gedaan, of wanneer ze fout zijn, of wanneer ze gewoon vervelend zijn, helpt niet. Maar zachtmoedigheid helpt altijd. Een heleboel mensen hebben dat nog steeds niet door. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Ga niet heen en weer. Iemand is met je aan het praten, blijf gewoon stil. Al ben je fout, blijf gewoon stil. En al ben je niet fout, blijf gewoon stil. Als je merkt dat het geen zin heeft. Als je praat met iemand waarvan je weet, ze gaan dit opnemen, ze gaan naar je luisteren. Maar mijn vader zei altijd, you know, never argue with a fool or a drunk. Argumenteer nooit met iemand die dronken is of iemand die dwaas is. Je gaat toch niets bereiken. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar teder zijn jegens allen. Bekwaam, onderwijzend, geduldig, met zachtmoedigheid, de dwarsdrijvers bestraft. En in 1 Petrus, dus 3 vanaf vers 4. Evenzo gij vrouwen, wees uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zijn door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zijn niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uw harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook, veeleer, de heilige vrouwen die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, als Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. En haar dochter zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen. U begrijpt ook wel dat de Bijbel heel duidelijk aangeeft dat we elkaar onderdanig moeten zijn. Dat begrijp je ook wel, dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. Maar hier praat hij, je moet niet vergeten, de Bijbel zegt bepaalde dingen. Hij zegt, op een gegeven moment zegt Paulus ook, vrouwen wees je mannen onderdanig en mannen heb je vrouwen lief. Dus hij was een probleem aan het aanspreken die speelde in die gemeente. Die mannen hoogstwaarschijnlijk hadden hun vrouwen niet lief enzovoort. En het is niet dat hij tegen iedereen zei, hij had het tegen hun. Maar wij kunnen daaruit ook leren natuurlijk. Ja, want er waren brieven, moet je niet vergeten, er waren brieven. Hij schreef naar situaties die zich plaatsvonden in die verschillende gemeenten. Dus daarom zegt hij, hier, je moet niet vergeten, het was een, zoals ik eerder zei, het was een brief natuurlijk. Dus hij, het onderwerp waarover hij het eerder had, had hij het over verschillende vermaningen die hij tot die gemeentes, groep mensen waar hij deze brief had geschreven, sprak. En hij ging natuurlijk door met vermaningen en dan kwam hij bij het huwelijk. Hij zegt, vrouwen, wees je mannen onderdanig. Want kijk, ik weet van christelijke vrouwen, alles wat verkeerd gaat en verkeerd gaat in de kerk of wat dan ook, uitvoerig met hun onbekeerde mannen zitten praten. En die zeggen natuurlijk na een tijdje van, ja, waarom ga je dan naar de kerk? En jullie zijn nog erger dan de mensen in de wereld, jullie praten over dat al het geweldige. Dus je begrijpt niet dat je niet alles, iemand heeft eens tegen me zeggen, laat je man alles eten, maar laat je man niet alles weten. Ik wil dat niet te ver daarmee gaan. Het gaat hier om, is dat je selectief moet zijn. Je zegt van, kijk, dit is wel een probleem, ik heb een probleem met die persoon in de kerk. Dan ga je met je man uitvoerig zitten bespreken. Hij is geen christen. Hij begrijpt niet wat er speelt. Ga naar die persoon toe en zet het eerst recht. Ja? Wees je mannen onderdanig. Het is een feit. God zegt dat het zo moet gebeuren. En het is door uw wandel, zegt hij natuurlijk. En kijk wat hij zegt hier. Uw sieraad zijn niet uitwendig. Hij zegt niet dat vlechten van haren of omhangen van goud of het dragen van mooie gewaden. Hij zegt niet dat je het niet mag doen. Hij zegt, maar dat moet niet de eerste instantie zijn. Dus hij vergelijkt het met wat je kan zien en wat je niet kan zien. Ze hebben een spreekwoord in Amerika, dat is, beauty is skin deep. En daarover heeft hij, hij zegt dat sieraad moet niet uitwendig zijn. Dat geloof me, mensen komen er zo achter dat het alleen maar uitwendig is. Zachtmoedigheid, liefdevol, nederigheid. Ik hoef niet altijd me gelijk te hebben. Dat is ook iets dat ik moest leren. Maar ik denk dat dat gewoon menselijk is. Iedereen wil altijd gelijk hebben. Waarom? Het is menselijk. Maar soms hoef je niet altijd je gelijk te hebben. En daar speelt zachtmoedigheid een rol. Hij zegt, vrouwen, laat je sieraad niet uitwendig zijn. Maar de verborgene mens, uw harten, met een onvergankelijke tooi, dus kleding, oud woord van in Nederlands voor kleding, van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Hij zegt, dat is wat God kostbaar vindt. Stille zachtmoedigheid. Mensen beginnen je op een heel andere manier te zien.
De Bijbel zegt ook in Spreuken, een ruziemakende vrouw breekt haar eigen huis af met haar eigen handen. Maar een liefdevolle vrouw, die bouwt het juist op. En haar man prijst haar. En de Bijbel zegt zelf, een liefdevol zachtmoedige vrouw vindt, ontvangt zegening van de Heer. Heeft ontzegening van de Heer ontvangen. Ja? En hij zegt ook, kijk naar de voorbeelden van Sarah. Dus die begreep. Je moet begrijpen wat je rol is binnen natuurlijk. Je moet begrijpen wat je rol is binnen de gemeente. Je moet begrijpen wat je rol is binnen de verhoudingen tussen elkaar. En ik kom altijd meer op hetzelfde terecht. Zachtmoedigheid. Dat was Jezus' houding tegenover ons. Toen ze Jezus zagen. Jezus was net honing. Iedereen kwam op hem af. Weet je waarom? Zachtmoedigheid. Kijk naar je Bijbel, lees het heel goed. De hoofdreden waarom iedereen tot Jezus getrokken was, was die zachtmoedigheid. Het was niet alleen omdat hij wonderen deed. De mensen kwamen om de wonderen te zien, maar ze bleven om zijn zachtmoedigheid. Want als ik eenmaal genezen ben, ben ik klaar met je. Maar ze wilden blijven. Heb je niet gemerkt, af en toe moesten hij die mensen wegsturen. Want ik blijf u volgen. Nee, ik ga hem vertellen. Toch? Dat is toch af en toe gebeurd. Dus Gods woord zegt, daarom het kleden, dus mensen zijn ontzettend prachtig gekleed van de buitenkant, maar van de binnenkant zien ze er ontzettend onverzorgd uit. Daarom zegt Gods woord, uw sieraad zijn niet uitwendig, maar, Romeinen 13 vers 14, kleed u met de Heere Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt. Romeinen 13 vers 14. Omkleed u met de Heere Jezus Christus. Dus kleed u aan met de Heere Jezus Christus. Laat mensen Jezus zien. En als ze Jezus gaan zien, gaan ze maar één ding in u zien. Zachtmoedigheid. En maar geef niet toe aan uw eigen wil. Ik moet gelijk hebben. Ik moet het laatste woord hebben. Uw sieraad zijn niet uitwendig, zegt Gods woord. Maar omkleed u met de Heere Jezus Christus. Laat de mensen dat zien. Doe Jezus aan. 13 vers 14. En Colossense 3 vers 12 zegt het volgende. Daarom, als Gods uitverkoren volk, heilig en diep geliefd, kleed uzelven met barmhartigheid, zachtmoedigheid, nederigheid, tederheid en geduld. Dat is de kleding van een christen. Daarom, als Gods uitverkoren volk, heilig en diep geliefd, kleed uzelven met barmhartigheid, zachtmoedigheid, nederigheid, tederheid en geduld. Dat is niet wat de wereld leert. Hè? Iemand slaat je, laat een atoombom op hem vallen. En 1 Petrus 1 vers 5 zegt het volgende. U allen kleed uzelven met nederigheid tegenover elkaar. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederigen geeft hij genade. 1 Petrus 1 vers 5, het tweede deel van vers 5. U allen kleed uzelven met nederigheid tegenover elkaar. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Zachtmoedigheid is een houding die regelrecht komt van God. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben. Je hoeft niet altijd door te blijven praten om iemand uit te leggen wat je eigenlijk bedoelt enzovoort. De Bijbel zegt zelf ook, wees snel tot luisteren en langzaam tot spreken. Zoals ik vaker heb gezegd de laatste paar weken, daarom heeft hij ons twee oren gegeven en één mond en niet andersom. Maar jammer genoeg gedragen wij ons veel en veel vaker alsof we geen oren hebben en 15 monden. En die gebruiken we als mitrailleurs. Heb je gemerkt bij Jezus? Jezus wist precies wanneer hij iets zei en wanneer hij iets niets moest zeggen. Als hij moest praten, sprak hij. Als hij niet praten, zei hij niet. En dat lokte. Zie, heb je ook gezien bij die Syro-Fenetische vrouw. Hè? Hij zei gewoon niets. Ze riep dat en hij zei niets. Weet je waarom? Hij wou het geloof bij haar uitlokken. Niet dat hij was er niet aan negeren. Hij was haar geloof. Wat zou ze zeggen? En dan kon iedereen om me heen zien wat voor soort geloof ze had. Want er staat maar trouwens in de Bijbel maar twee keer dat Jezus ontzettend verbaasd was. Eén keer voor geloof en één keer voor ongeloof. Maar mensen kwamen tot Jezus om die genezingen, maar ze bleven om zijn zachtmoedigheid. Ze bleven om zijn aard. Petrus heeft zelf ook gezegd toen hij zegt van ze gingen allemaal van de weg. Ze hoorden wat hij zei en ze zeggen, dat kunnen we niet aanvaarden. Nee, dat willen we niet hebben. Zo willen we niet leven. Hij zei tegen Petrus en de anderen, gaan jullie ook niet van mij weg? Willen jullie ook? Jullie gaan toch ook niet van mij weg? Houding van zachtmoedigheid. En toen zeiden ze, waar moeten we naartoe gaan? U bent degene, u bent het. Punt. Ik zeg altijd, zet geen komma waar God een punt heeft. En onze laatste vers. En dit is een beroep Paulus doet. Ons allemaal, ik inclusief allemaal. Zijn laatste vers. Maar ik, Paulus, doe een beroep
op u bij de zachtmoedigheid en de tederheid van Christus. 1 Korintiërs 10 vers 1. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de tederheid van Christus. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u vanmorgen voor uw woord en ik bid dat u ons helpt om echt hiernaar te leven. Dat wij mogen weten, dat was uw karakter. Vrucht van de geest, liefde, tederheid, zootmoedigheid, langmoedigheid, zachtmoedigheid. Uw sieraad was niet uitwendig, uw sieraad was inwendig. En dat vragen wij ook, dat wij dat ook mogen zien. Dat mensen werden niet tot u aangetrokken om alleen om wat u kon doen, maar ze bleven om wie u was, Heer Jezus. En dat zij, daarom zijn wij ook hier. Niet om wat u alleen voor wat u gedaan heeft voor ons, maar wat u bent, om wie u bent. Daarom zijn wij hier. En wij vragen dat wij dit ook mogen lezen, als zodanig mogen leven, Heer Jezus. Zachtmoedige geest. En dat u ons helpt, zoals er staat in Psalm 44. Zet een wacht over mijn mond, o Heer. Zet een wacht over mijn mond. Help mij. Help ons, ieder van ons. Help mij en ieder van mijn broers en zusters. Om deze geest van zachtmoedigheid en van nederigheid en ootmoedigheid. Als een sieraad, als een kleed te mogen dragen. Dat iedereen dat kan zien. En dat niet iets is dat wij doen, maar iets is dat wij zijn. Zegene ieder hier vanmorgen, Vader God. Het vragen we in Jezus' naam. Amen.